50% winst. We kunnen $350 pakken als we willen. We mikken hem voor die bovenste blauwe lijn. Tik, omhoog. Omhoog. Dit is helemaal gestort. Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Hashtag Nieuwsgierig. En zoals je in de titel al zag, ik ga vandaag van 2000 10.000 euro per uur te maken. En dat ga ik proberen als crypto daytrader. Daarom heb ik het geluk dat ik les krijg van Nederlands beste en bekendste crypto daytrader die er is. En hij werkt hier in de beurs van Amsterdam. En hij gaat ons alles leren wat een echte daytrader moet weten. Dit is hem dan, Michael van de Poppen, ook wel bekend als Crypto Mitch. Volgens hem is het mogelijk om in 10 dagen van 2000 10.000 euro te maken. Hij gaat ons de basis leren wat een echte trader moet weten. Waar baseer jij bijvoorbeeld op of jij koopt of niet? Is dat bijvoorbeeld artikelen, technische analyses of kijk je gewoon alleen puur naar de grafieken? Ik ben van de categorie die heel erg graag op data rust. Dus ik kijk echt in de eerste basis gewoon naar de grafieken. En wat doe je dan bijvoorbeeld met nieuws? Maar 9 van de 10 keer is nieuws al ingeprijsd in de koers. Of is de inside info of iets dergelijks. Maar bij Tesla zag je 2 keer dat het gewoon wel daar echt op bewoog. Ja, dan zit ik er ook gewoon naast of dan loop ik achter. Nou ja, prima. Oké, maar over het algemeen is de koers dus actueler dan het nieuws? Ja, op nieuws handelen is meestal moeilijker dan gewoon op de grafieken zelf. Oké, dus wij gaan ons ook vooral focussen op de grafieken, neem ik aan. Ja. Ik ben namelijk gewoon heel benieuwd, wanneer herken je een goed punt om in te stappen? Nou, je gaat in de grafiek op zoek naar steunen en weerstanden. En wat zijn steunen? Een steun is eigenlijk een punt, of prijspunt in de grafiek, waar men overeenkomt van oké, hier heb ik het meeste vertrouwen in dat de koers weer omhoog gaat. Dus daar komen er meer kopers in de markt dan verkopers en daar draait de markt. En hoe herken je een steun? Nou, het is heel simpel uitgelegd. Meestal is het spelletje van een weerstand wordt een steun. Dus waar vroeger heel veel verkocht is, daar komt dan de koers weer terug. En daar stapt men weer in als referentiepunt om in te gaan kopen. Dus het is de meest makkelijke vorm. Je kan er natuurlijk ook nog eens een keer naast zitten, toch? Het kan zo zijn dat je iets voorspelt aan die grafieken en dat het gewoon... Je zit ernaast. Ja. Je maakt verlies in plaats van winst. Dus je gaat niet al je geld, neem ik aan, op één munt zetten. Nee. Nee. Dus over hoeveel munten verspreid je dan over het algemeen je geld? Als je aan het swingtraden bent, wat ik meer doe, heb ik maximaal 8 munten. Wat is swingtraden? Swingtraden is echt een langere termijn. Dus dan ben je voor meerdere maanden in de positie. En ik die zometeen echt dus gaat daytraden? Dus niet swingtraden? Ik zou maximaal 1 à 2 posities hebben. Dus 1 à 2 munten? 3 mag ook. 3 mag ook, maar gewoon niet te veel. Verder vertelde Michael nog dat het in het begin verstandig is om als daytrader al mijn munten te verkopen als ik ga slapen. Puur omdat ik er dan geen zicht op heb. Klinkt best logisch. Eenmaal thuis probeerde ik net zo'n setup te bouwen als wat hij heeft staan in de beurs. Vervolgens maak ik een gratis account aan bij TradingView om grafieken te kunnen analyseren en stort ik €2000 van mijn eigen geld op Binance waar ik munten kan verhandelen. De euro's op Binance heb ik omgezet naar dollars, omdat je in dollars meer verschillende munten kan kopen. De €2000 is $2417.70 waard. Nu dit allemaal gefixt is, is het tijd om te beginnen. Om mijn eerste munt te kopen ben ik dus op zoek naar een munt waarvan ik nu denk dat hij ongeveer tegen de steun aangaat of richting de steun gaat. Ik heb een aantal munten uitgezocht nu. Dat is bijvoorbeeld de FIO. Die lijkt hier een beetje 2 steunen te raken. En hier een keer gesteund. En dat was hier weerstand. Ik wilde hem eigenlijk hier kopen, maar ik miste dit moment. Zie het maar als beginnersgeluk, want daarna daalde hij gelijk. Uiteindelijk heb ik hier voor $1000 aan FIO gekocht. Vervolgens heb ik ook nog $500 gestopt in een munt genaamd AVAX. Maar goed, even kijken hoe het met de FIO gaat. Ik zit nu naar de FIO te kijken. En die gaat lekker. We hebben hem goed ingekocht. Het is ongeveer 3% winst. Ik zit even kijken of ik hem nu op dit punt moet verkopen. En ik zal uitleggen waarom. Je ziet dat hij hier net niet voorbij kwam. Hier had hij weerstand en hier heeft hij weer weerstand. Maar ja, als ik hem nu in, pak ik een beetje, dan gaan we hem gewoon weer kopen als hij lager staat. Maar ja, nu ga ik hem natuurlijk niet meer verkopen, want nu is mijn percentage 1%. Oké, die 1% had ik misschien toch beter kunnen pakken, want vervolgens is de koers hierheen gedaald. En op dit moment heb ik eigenlijk geen idee wat ik moet doen. Ik denk gewoon bijgekopen. Als een totale amateur stop ik mijn laatste $900 in FIO. Maar niet zonder resultaat, want hij is alweer een klein beetje gestegen. Aan het einde van de dag verkoop ik alles wat ik heb en sluit ik de dag af met €30 verlies. Gelukkig heb ik de volgende dag een afspraak met Michael en hij kan ons precies vertellen wat ik fout heb gedaan. Welkom. Laten we maar gewoon beginnen bij het begin. Je ziet ontzettend veel tekeningen en grafiekjes, maar ik wil weten of ik wel een goed gedachtepatroon had. Naar mijn mening werd deze top, hè? Dus weerstand wordt steun. Daar vond hij steun. Dus ik dacht, dit is misschien wel een mooie plek om een trade in te zetten. Dus ik dacht, als ik hem hier pak, dan ga ik mee in de upswing. Maar goed, ik aim me voor die 25,5. Had ik hem hier moeten verkopen, ja of nee?
Nou ja, het belangrijkste is denk ik dat je gaat kijken naar wat de structuur is van de chart zelf. Waar je gekocht hebt is in principe prima, want dat is het hele gebied waar we hier naar kijken nu. Alleen wat je hier links ziet, is dat de prijs eigenlijk hogere bodems, hogere toppen maakt, waardoor die opwaarts beweegt. Ja. En dat treedt het makkelijkste. Op het moment dat je hier gaat kopen, zie je eigenlijk dat die gedraaid is. Dus hij maakt lagere toppen en lagere bodems. Dus op het moment dat jij in een neerwaartse trend een koop gaat doen, ligt jouw verkoopmoment een stuk lager, omdat jij tegen de trend in aan het bewegen bent. Ja. En in principe dit gebied om te kopen is gewoon helemaal perfect. Alleen ja. Hier heeft hij weerstand gezien. Ja. En hier heeft hij ook weerstand. Dus op het moment dat je hem hier koopt, dan zijn dit je eerste twee punten waar je wilt verkopen. Oké, dat is duidelijk. Ik had VIO gewoon hier moeten verkopen toen dat kon. Verder legde Michael me uit hoe je OCO gebruikt. Hoort hieronder te staan? Ja, ja. Dankjewel. Dat staat hieronder. Bij OCO kan je stoploss invoeren zodat je je verlies kan beperken als je munt onder een bepaald bedrag komt. Belangrijk is wel dat het bedrag bij limit ietsjes lager is dan bij stop. Maar dat is niet alles. Bij price kan je ook je target invullen waarvoor je het wilt verkopen. En onderin hoeveel je wilt verkopen. Met deze nieuwe informatie is het weer tijd om te gaan traden. Bij de munt Perlin vond ik gelijk een mooie entry. Het leek erop dat Perlin zijn vorige weerstand zou flippen tot steun. Dus we hebben gelijk even twee target points bepaald en de OCO ingevuld voor onze trade. Yo, dit gaat lekker. Hij is omhoog geschoten, flink. Hij is uiteindelijk naar 1,1 gegaan. Dus daar hebben we een beetje winst op gemaakt. Dus ik heb nu gewoon twee target points vandaag gehad. Ik heb het goed gezien. Dit gaat lekker. Eerlijk is eerlijk, in de dagen daarna werd niet alles even goed gezien. Sommige trades zijn gewoon minder, terwijl andere trades keihard door het dak heen gingen. En soms, net als ik dacht dat mijn stop losgeraakt zou worden, weet hij precies weer de weg omhoog te vinden. Yes, dit is vet lekker. Ik heb mijn eerste target gehaald. Dat is 8% 72 erbovenop. Ja, dat zou lekker zijn geweest. Maar dan moet ik wel mijn stop los goed neerzetten. Nu is die automatisch verkocht op dit punt. Dit is zo zonde. Dit is gewoon een verschil van een paar honderd dollar. Zo teringzonde. En dat is niet het enige wat zonde is. Want na een week lang traden is ongeveer $400 verlies gemaakt. En daarom is het tijd om het meer risico te gaan spelen. Ik heb een afspraak met Michael en hij gaat me precies uitleggen hoe je met futures gaat werken. Waardoor je in één klap alles kwijt kan zijn, maar ook heel veel kan verdienen. Yo, goedemorgen. Je hebt me helemaal aan het begin verteld dat je met meer risico kan spelen, toch? Klopt, dat zijn de futures. Dan kan je heel groot gaan. Ja. Ik wil dat doen. Nou ja, je hebt op het Binance platform, en dat kunnen we hier op het scherm zien, en dat zijn futures. En dan gaat een heel mecca open aan een soort van gokparadijs. Is dat ook meer gokken? De house always wins, dat is wel een beetje het principe wat hier geldt. Stel, je gaat met €1000 erin en je doet keer 10 hefboom, ja. Dan heb je een trade van €10.000. Dus je leent geld van de exchange ja. Voor een trade. Traders die echt goed zijn en snappen wat ze doen, kunnen hier heel veel geld verdienen. Maar de meeste mensen hebben eigenlijk no business met leverage. De enige reden dat ik dit doe, is omdat ik gewoon die 10.000 aan wil tikken. Dat was mijn doelstelling. Anders zou ik dit oprecht niet doen. Maar goed, ik hou wel weer van een klein gokje, dus fuck it. Succes, man. Dankjewel. We're back in business. Ik zit even te kijken, kleine analyse gemaakt. Ik zie hier een opwaartse spiraal. Bam, bam, bam. Steeds hogere toppen. En steeds hogere bodems. Geen idee of dit een stomme tekeningetje wat zegt, maar ik heb er het volste vertrouwen in. Ik heb namelijk het gevoel dat hier de weerstand twee keer is geraakt, is gebroken. En weerstand wordt steun, bla bla bla, het verhaal is ken je onderhand wel. En daar zit hij weer ongeveer. Dus als we dan eventjes kijken wat hij kan doen. Tik, 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 tik. Percentages. Bijna 10%. We kopen hem in. Dit moesten we zetten op isolated. Ik ga spelen met een leverage van 20. 20. Niet te gek doen, 20. Doe gewoon een keer 20, confirm. En dan spelen we voor met de helft. Ga dan. Doe dan. Kom op. Waarom werkt het niet? Hier zie je dus weer wat voor amateur ik ben. Ik moet eerst mijn dollars overzetten naar het futures platform voordat ik kan traden. Ik heb het even uitgezocht en het is me gelukt. Zoals je ziet, ik heb mijn dollars hier naartoe gekregen. En we wilden hier sushi kopen. En dat wilde ik doen keer 20. Daar waren jullie bij. En moet je nou eens even kijken wat er gebeurd is. Dat zou al zo'n 40% groei zijn geweest. En ik had gezegd dat ik het voor 1000 zou doen. Dus volgens mij laat ik hier $400 liggen. Het is wel heel zonde. Ga ik het nu kopen op sushi? Nee, ik zie dit niet als een goede entry als ik heel eerlijk ben. Dus ik ga weer op zoek naar het volgende. De munt heet Matic. Ik zit een beetje te twijfelen of dit dan de steun ligt waar die blauwe lijn nu ligt.
of dat de steun eerder hier ergens te komen zal liggen. Ja, weet je, er moet gewoon wat gaan gebeuren vandaag. Tijd dringt. Ik ga hem hier kopen. Keer 20. Ja, en we gaan dit gewoon doen voor $1000. Buy long. We zien hier, met dit. Keer 20. Kut. We dippen heel raar. Maar dit is heel ziek. Dit is nu mijn verlies. Tering, wat gaat dat hard zeg. Holy moly. De tandjes. Dit is waar stopt dit? Ik denk dat het hier pas ergens stopt. Maar goed, als hij hier komt ben ik alles kwijt. Fuck it, we verkopen. We gaan het gewoon verkopen. Dit is pure emotie, jongens. Alles wat ik hier doe is zo ontiegelijk slecht. Ja, het gaat nog niet echt al te best. Snel de munt verkopen en hopen dat de volgende munt het beter gaat doen. Ook daar knallen we de helft van ons portfolio tegenaan met leverage van keer 20. Ik denk dus hier dat hij de steun aan het testen is. Dit was 2 keer de weerstand. Hier heeft hij 1 keer geflipt op steun. Ik denk dat hij het nog een keer gaat testen en een kleine beweging omhoog gaat maken. Ik zet mijn stop los, zet ik hier, daar. En als hij dan hieronder valt, doen we hem weg. Kijken hoeveel risico we daarmee lopen. Nou, dat is 2,5% keer 20, dat is wel veel. Dat is de helft van wat ik heb ingelegd. Ja, dat is eigenlijk heel erg onverantwoord. Maar gelukkig gaat deze munt een stuk beter dan de vorige. Ja, nog een groene kaars. Nog een groene kaars. Daar gaan we. Ja man, daar gaan we. We zijn los. 300 in de plus. Ja toch, kom op. Kom op. Ergens heb ik het gevoel dat ik moet verkopen, man. Maar goed, stick to the place. Zie je rode kaars? Groene kaars! Rode kaars. Oh, wat is dit gekke werk zeg. Dit is niet goed voor je hart. Ook niet goed voor je groene kaars. Wel goed voor je humeur. Ja, nog een groene kaars er bovenop. Lekker! 217. Pakken ja of nee? Ik ga hem pakken. We hebben hem gepakt. Goeie trade. Want we hebben gewoon $200 gemaakt in deze trade. Misschien niet op het beste moment verkocht. Maar goed, winst is winst. Gewoon blij zijn met wat je hebt. En op naar de volgende munt. De volgende munt wordt Reef. Reef lijkt zijn weerstand te hebben geflipt tot steun. En zit op een punt dat ik hem graag wil hebben. En dat was goed gezien ook. Want het gaat momenteel mega lekker. We staan momenteel 34% in de plus. 35% in de plus. Ik heb das Fingerspitzengefühl gevoel. Ik wist dat het doorheen ging. Daar gaan we. Groene kaars op groene kaars op groene kaars. Dit is het hoogste punt waar we tot nu toe op zitten. Dit is 44% winst. Ja, maar het kriebelt ergens ook wel om dit te verkopen. Ik kan er niks aan doen. Ik weet het niet, jongens. Houden of niet? Kut, sorry. Zie je, hij gaat flink dippen. Ik pak hem. Fuck it. We hebben het gepakt. $200. Geen idee of ik het goed heb gedaan. Cijfer technisch gezien ja, $200 gepakt, yes. Maar dit is ook gewoon emotie. Wat je hier ziet is puur emotie dat ik bang ben mijn winst te verliezen. Zonde, want die munt heb ik door emotie veel te vroeg verkocht. Niet heel veel later is hij namelijk flink gestegen. Maar goed, het is een nieuwe dag en dat betekent nieuwe kansen. En die kansen, die zie ik in skill. Skill gaat zo hard dat ik na een paar minuten al ruim $500 kan innen. Maar goed, ik aimde voor meer en moest uiteindelijk maar tevreden zijn met $80. Het is mijn laatste dag, dus ik moet snel door naar de volgende. Dit wordt de tweede munt. Dat heet Zilika. Afkorting is Zeel. En dan gaan we weer. We zitten er weer in. We staan in plus. €30 om wel te verstaan. €160. Dollar. En rij bijna het level waarvan ik denk dat ik hem al op moet gaan verkopen. Ik ga hem pakken. Hoppakee. Ik ga een nieuwe trade maken in skill, in SKL, waar we vanochtend ook al een trade hebben gemaakt. Hij heeft mijn mark geraakt van ongeveer 92 cent en daar wil ik hem op kopen. Vanochtend maakten we hem hier en toen hebben we uiteindelijk daar verkocht. En nu zet ik mijn target hier. Skill kent een trage start, maar weet daarna wel de weg omhoog te vinden. 50% winst. We kunnen $350 pakken als we willen. Yo, Tinus. Hey, papi. We mikken hem voor die bovenste blauwe lijn. Tik, omhoog. Omhoog. Dit is helemaal gestort. Omhoog. Ja, dit is gek. Ja! Yo! Got it! Woehoe! Yes! Hehe, ik heb eindelijk winst na 10 dagen lang treden. Maar het is nog geen $10,000, dus ik moet snel weer door. Reef is net volledig uitgebroken. Ik ga het je even laten zien. Die heeft zojuist de weerstand verbroken. Die lag namelijk hier. Op dit punt is die kaart doorheen gegaan. En wat je dan meestal ziet is dat ze terugvallen. Heeft hij net gedaan. Die heb ik net gemist. Omdat ik de camera moest zetten. En dan weer zeg maar terugbounced.
Dat doet hij nu ook. Dus ik wacht tot hij weer op dit punt komt. En dan zitten wij in Rief. Iets lager nog. Kom op. Ik heb hem toch gepakt. Dit is zo zuur. Ik klik toch gewoon op het knopje. Hij gaat zo meteen hierheen. Dat zeg ik je nu alvast. Hé, waar is mijn geld? Oh, hier is Rief. Top. Het is gelukt, blijkbaar. Het gaat heel hard. Shit, kut. Oh man, oh man, oh man. Laat nou even zien dat dit de sterke steun is. Dat dit een nieuwe steun is geworden. Test hem nog een keer. Prima. En dan willen we dat je hierheen gaat. Daar. Nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. Min 460. Holy shit, nee. Nee. Alles kwijt. Ja, dit is dus het heftige met de keer 20. Zo snel kan het gaan. Het is het risico van het vak, zullen we dan maar zeggen. Het hoort er een beetje bij, maar pijnlijk is het wel. Maar goed, met die $1,914 moet ik nieuwe trades gaan maken. Rief is weer een stukje gegaan. Wij kochten hem hier, daar alles verloren, is daar naartoe getrokken. Jammer dat we hebben gemist, maar ik zie hier een nieuwe kans. Ik denk dat hij weer een bounce hier naartoe gaat maken. En dat is toch een prima percentage. Als je het keer 20 doet. Dus we gaan gewoon nog een keer. Omhoog, omhoog, omhoog. Daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Stemmetje in mijn kop zegt, fuck het, pak het gewoon. $250 is veel geld, man. 550, dit gaat hard, jongen. 80% winst. Fuck het, ik pak hem. Ik pak hem. En goed verkocht, hoor. Want er is een rode kaars gelijk. Yes, het verlies van net is weer een beetje goed gemaakt. De avond is ondertussen gevallen. En ik weet nog één entry te vinden bij de munt Silica. We hebben hem daar gekocht. We willen daar naartoe. Als die hieronder valt... Onder dit stukje, dat is een percentage van bijna 2%. Oh, we zijn weer keihard in de gokmachine beland. Ring, ding, 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 ding. Komt u maar. Oh, 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 oh. Oh, kutzo, ik even verkoop hem hier. We nemen ons verlies. We hadden gezegd, als hij de lijn raakt, zijn we weg. Ah, dit is balen. Min 250. Zo hard gaat het. Ja, en dat was dan ook gelijk mijn laatste trade. Helaas moet ik concluderen dat ik na 10 dagen intensief traden bijna $400 verlies heb gemaakt. En met dat verlies moet ik Michael onder ogen komen. Gozer! Hey man. Hoe is het? Ja, goed met jou. Jij hebt winst gemaakt. Ik heb winst gemaakt, ja. Jij? Nee, ik heb $400 bijna verloren. Maar goed, part of the game toch. Ik ben een beginner, ik heb wel ontzettend veel geleerd. Als jij ook veel hebt geleerd en je vond het interessant, doe even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort content zien op ons kanaal? Je wilt het best wel maken. Maar laat het even weten in de comments. Als je nu gelijk meer wil weten over de cryptomarkt en heel veel andere dingetjes, volg dan zeker zijn socials. Ja, alles met Crypto Michael kun je op YouTube, Twitter, kun je al mijn content vinden. En ja, ik post iedere dag content eigenlijk. Erover. Ja, dus je kan gewoon iedere dag op de hoogte worden gehouden op zijn kanalen. Ik zal alles ook even in de beschrijving zetten, kan je hem heel makkelijk volgen. En we zien je volgende week gewoon weer terug. Later!